Topos verloor de laatste twee wedstrijden zonder zelf te scoren. Het speelt nu thuis tegen VVV en krijgt hier de eerste kans. Als Rochon van Eijma, de centrale verdediger, mee naar voren is geslopen. Twee debutanten bij de thuisploeg, doelman Thijs Jansen en Toshio Leek. En hier een overtreding op iemand die al wat langer rondloopt bij de thuisploeg. Het is Justin Mathieu die onderuit wordt gehaald. Het is geel voor Sedláček. En die maakt inderdaad de overtreding. En dus de strafschop. En die wordt wel heel cool benut, zeg, door Justin Mathieu. Zijn derde van het seizoen, zijn derde ook vanaf 11 meter. En 1-0 dus voor de ploeg van Christophe Aalbrecht. Topos dat vorig seizoen zowel uit als thuisbon van VVV. Het is dus nu wachten op het antwoord van de ploeg van Rick Kruis. Het duurt wat lang deze aanval aan de rechterkant, maar dan wordt daar de vrijstaande man gevonden. En dat is Tijmen Verheijen. En die maakt geen fout. En een prima gelijkmaker voor de ploeg uit Venlo. Hij heeft nog steeds geen contract, maar is wel geliefd bij de meegereisde fans vanuit Venlo. Helemaal vrij, Verheijen met rechts. En hij scoort heel knap de 1-1. Thijs Jansen, gehuurd van Feyenoord, is daar kansloos in het doel bij Topos. In de tweede helft moet Thijs Jansen hier opnieuw handelend optreden. En gaat VVV meer risico nemen. VVV, goede start natuurlijk, 6-2. Vorige week alleen die flinke zeper tegen PEC Zwolle. En hier een enorme kans, maar dan van Eijma die de bal weghaalt voordat hij kan worden binnengetikt door Roemer. We zitten dan dik in blessuretijd. Van Rooyen, de invaller, de voorzet. Braken zoekt zijn maatje voorin. Venema en die scoort. Natuurlijk Nick Venema. Hij bezorgt VVV alsnog de winst. Het is zijn zesde treffer tegen Topos in 9 wedstrijden. Venema speelt graag tegen Topos. Maar deze late betekent 3 punten alsnog voor VVV Venlo.